Distractions. The main text is written by the Dutch writer Willem van Oependaal. All the English or other language speaking people won't understand a word of it, but we also took this text because of the musicality. And it's from the book called Polletje Piekhaar, which plays in Rotterdam in the 30s, and it's written in slightly invented Rotterdam slang from the 30s. So even the Dutch people won't really understand every word of it. That's all I want to say for this moment. So we might as well start the concert. Как обезопасить рост нации от распада государства? Что происходит, если, например, слово «яблоко» заменить активностью, благонадежностью, действительностью? Что происходит, если желание высказаться переливается через поток сознания и начинает проявляться через окружающую вас многоликую реальность? Висит слой сбил. Geen te krip. USA. Что есть рост нации? Stärkung 1950. Sonne ist Morgen. Что происходит, если слово «яблоко» изменить активность на принадлежность к действию? Sie hat's verdient, Mama. Пирог. Что происходит, если желание высказаться переливается через поток? Zunge überkennt. Сознание и начинает проявляться через... Hat ihre Ruhe verdient. Sie hat den ganzen Tag brennend und blütig brennt. Thank you.
beetje spin zijn naar een sportje hout. Los van mijn gehaaien om de kuil op te rukken. Nu tikkelde een koperbout. En lopen dat hij smerig kon lopen als een scheet op rolletjes. We hadden geen aziekans meer om een spaantje achterover te drukken. En gingen maar zo'n beetje door de stad Bavianen om te proberen of mijn teenmootje niet voor een brok in kokonoot op de heupzwaai konden nemen. Maar er was nergens een kokonautenwagen op de vlakte en we moesten het vaatje wel uitstellen tot de volgende keer. Laat me dat slepertje pikken, riep Schildje en sprong de harikidee op om lekker over de laaiboom een beentje te gaan bungelen. Samen op de wagen lieten we ons aan de vismarkt bezorgen of me de dringend wezen moest. Want levende blikjes is zo geil omdat de uitgestoomde makrelen zo of geluizerd joven ben. Maar je moet ze eerst hebben, nogal wie dus. We stingen eerst zo'n beetje te staan bij de manders met garnalen. Om erop te passen, zal ik maar zeggen. De deksels waren ingemaakt met een spiertje staaldraad. En aan de kanten konden we niet verrennen, omdat we geregeld in de kieren gehouden werden. Door de markt en de kwaaie vrienden. Door de gaten in de manders kan je zo met je jasjes op je rug geen garnutje bekaan krijgen. Je trekt er enkel de koppen maar of je bent er niet om op te vreten. Maar fijn, er viel nompers te bewegen en we hebben enkel of een andere versnapering mag gesnuiven. En moeten lachen om de snuipsprietjes in je nek kriebelen of het luizen bennen. Laat me opspreken dat we vanavond te zout waren. Maar weg moest gaan, want er was niks.
niks bij wat je uit het jas had. Ik liep terug naar de schelen om hem te zeggen dat het een sop was. Zou je ook nog geen snoekje lusten? Informeerde hij. Als ze hem lekker klaarmaken, is het ervan te scheuren. Heb jij dan een snoek gegeten voor hem? Nee, zei hij. Maar ik weet zeker dat ik er razend gek op ben en dat je opa er wel pap van is. Als we nou toch hier bellen, kan men een essen voor een visje voor hem meebrengen, maak of niet? Ik zal mijn lenzen op scherp zetten en ga aard voor je uitkijken. Als je een beetje bekaan hebt, zal ik hem buiten van je opslaan en voor je dragen. Goed, doch ik. We kunnen opa ook wel eens tracteren om een jouw snoekje. We gaan even proberen om een dotje piraatje van alles te maken. Ik weer kwam zuisjes met mijn jatten in mijn meder op zijn 11:30 zijn slenter langs
kabeljauwen die met open bekken naar me lachen te kijken, omdat ik me zo braaf aanstelde en mijn jatten thuis zette. Als het lang genoeg geduurd had en mijn dochter dat het safe was, schoot ik roepelijk vroeg op de snoekjes aan, keek vliegend om me heen, offertjes de bever en dan van je pietje pas je pats, snoekie, abis. Au, au, godsmirakels, zo'n gil als ik gaf. Die luizenbons, die snoep natuurlijk, beet mijn klauwen de kant af. Even gloeiend, wat deed die monsieur? Zulke spijkers had die leier in zijn staan. En pruimen het in de pruimen. Hij schrok ervan, de lange nek van stink. De lange nek van stekeltjes. Mag op stok ontploffen, die snoep van binnen kappen. Ik kwam direct een stukje vrijheid en de smerig van mijn bak. Niet op mij, maar op die uitsloopers die me gegrepen hadden. Ik zelf als ik een kans kreeg, elkaar begrappen op leven en dood. Thank you.
straat en me weerde als gestorven zo stil van. We hoorden geroezemoes op de trap. O Jezus, begon Nel te gillen en zakte in elkaar. Als Nel naar binnen kwam vallen met zijn handen voor zijn borst waar het bloed uitliep. Ik heb het bekaan, rochelde hij en sloeg stervend op het ledekant. Meteen viel de krans van het spijkertje.